De onderhandelingen tussen het bestuur van voetbalclub Antwerp en de buitenlandse investeerder Saif Ruby zijn afgesprongen. Ruby wou de tweede klasser overnemen, maar het bestuur heeft het voorstel na wekenlang onderhandelen dus naast zich neergelegd. Saif Ruby bracht een bod uit van 1 symbolische euro en zou ook alle schulden overnemen. Het Antwerpbestuur hoopte tot een overeenkomst te komen en deed een tegenvoorstel. En daar liepen de onderhandelingen vast. In een persbericht spreekt het bestuur over misverstanden over fundamentele elementen binnen het overnamevoorstel. Er zijn onderhandelingen geweest en die hebben niet tot een gunstig resultaat geleid. Omdat de huidige aandeelhouders, om redenen die de hunne zijn, gemeend hebben het voorstel van Saif Ruby niet te moeten aanvaarden. We moeten niet rond de pot draaien, dat soort zaken. Verkoop van aandeel, ja, dat gaat over geld. En dat is ook niet verkeerd, dat is ook normaal. Verkoop van aandeel of aankoop van aandeel, dat gaat altijd over geld. Dus ik denk niet dat de meningsverschillen fundamenteel zijn in die zin. Ik denk dat de beide groepen en de beide partijen het beste met de club en met de Antwerpen voor hebben. Dus daar is geen meningsverschil. De samenwerking met Ruby als spelersmakelaar blijft onveranderd. Het bestuur sluit niet uit dat binnen onbepaalde tijd de onderhandelingen hervat kunnen worden. In C verandert er niet veel. We zijn terug in de status quo ante, zoals men zegt. De overeenkomst tussen de NV en Saif Ruby loopt nog 2 jaar. En we staan eigenlijk terug waar we stonden, laten we zeggen, een maand geleden. Niet beter of niet slechter. Dit heeft ook voor de toekomst geen slechte gevolgen. Nee, nu door het feit dat de aandeelstructuur gebleven is wat ze is, is het uiteraard aan de huidige aandeelhouders om te beslissen wat er met de club gebeurt en om te zorgen dat de club de moeilijke klippen die voor ons liggen kan omzeilen. De supporters reageren verdeeld. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de club en ze hadden gehoopt dat Roep die twijfels zou wegnemen. Want het vertrouwen in het huidige bestuur wankelt. Zo plant een deel van de supporters morgenavond een actie voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Een zekere bezorgdheid is altijd op de Antwerpen altijd terecht. Maar niet meer dan vroeger. Maar natuurlijk, er zijn nog een paar harde noten die in de komende dagen en weken zullen moeten gekraakt worden. En intussen hebben de supportersverenigingen van Antwerp zich gegroepeerd met het idee de club zelf over te nemen. Ze lanceren samen een investeringsproject om een meerderheidsbelang te verwerven binnen Antwerp.